Gina, waar ben je mooi? Gina Beauty Doc. En daar zit onze Marianne dan. Maar ja, daar zit vooral meer. Ja. Goedemiddag, lieve vrienden. Ja, zeker goedemiddag, want het loopt al tegen 2 uur aan. De hondjes zijn al uit geweest. Daar ligt er één en onder de stoel, zoals gewoonlijk, ligt er weer één. Maar in ieder geval, ik zou eigenlijk met Marianne de markt over. Maar Marianne die heeft een berichtje gekregen van een pakketbezorger. Die komen tussen 2 en 5. Ja, ik heb lekker lang wachten, hè. Dus die kan niet mee. Ik ga eventjes lekker alleenig over de juttetjesmarkt, na de vomer en dan even bij mij aan een bakkie doen en dan naar huis. Want vanavond staat er nog wat in het verschiet en dat is de carillon. Gaan we weer eventjes genieten van de prachtige muziek die ten oren wordt gebracht. En daar neem ik jullie gezellig in mee. Ja, ik hoop enkel niet dat het vanavond gaat regenen, want het is weer grijs, grauw en triest. Donker weer. Waarom mijn stoel niet wil draaien, weet ik niet. Maar er zit wat onder. En ja, waar weet ik ook niet. Nou, ik heb problemen met mijn stoel. Ik denk dat ik er een brokje eronder heb van de honden. En dan wil hij niet draaien. Maar dat komt allemaal goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, hou vol goede moed. Lieve vrienden, ik zit, zoals jullie allicht kunnen zien, aan de omgeving achter mij. Dat ik niet thuis zit. Maar gezellig bij Marianne. Handen koffie. Dan moet hij het wel doen. Ja, maar nou heeft Marianne zelf geen koffie. Nee, maakt niet uit. Want het apparaat hier moet schoongemaakt worden. Want anders doet hij het niet. Nou ja, ook dat weer. Maar ja, het kan gebeuren. En we zitten gezellig en dan ga ik straks weer naar huis en dan gaan we allebei ook op onszelf gewoon eten. Ik weet niet of Marianne haar zoon krijgt. Krijg jij je zoon, Maurice? Ja, die komt wel. En daarna, na het eten, komt Marianne naar mij toe om mij op te halen met de auto en dan gaan we naar het carillon. Ja. Joepie. Helemaal leuk, helemaal geweldig. Maar ja, in ieder geval, lieve vrienden, ik ga lekker een bakje koffie doen en thuis zie ik jullie wel weer. Gina, waar ben je mooi? Gina Beauty Doc. Oeh, wauw. Oh, een Akita, lieve vrienden. Dit is een Akita. Oh, wat is dat mooi niet. Oh, wauw. Echt wel. Thank you, mister. Lieve vrienden, ik ben weer thuis, zoals jullie allicht kunnen zien. Boodschapjes had ik al gedaan dat ik bij Marianne kwam en dat ga ik zo even opruimen. Maak een bak koffie. Ik zit in een troep van je welste, maar ja, er komen meerdere dagen. Ik hoef het niet mee te sjouwen op mijn rug. Ten eerste en ten tweede. Mijn naaimachine staat nog gezellig op tafel, want ik ben dus nog niet klaar. En ik ga hem niet iedere keer opruimen en dan weer pakken en dan weer opruimen en dan weer pakken. Laat me staan tot ik helemaal klaar ben. Ja toch? Ja. Maar in ieder geval, vanavond naar het carillon toe. Kijken wat de beste man gaat bespelen. Ja. En Marianne die heeft het zover ik weet nog nooit gezien en gehoord. Mario weet ik niet. Of die ook komt, we hebben haar wel uitgenodigd. Zij woont daar heel dichtbij. Dus zij kan zo op het fietsje heen en bij ons in de auto duiken als het al koud is. Ik trek ook mijn winterjas aan en een dikkere vest aan. Want anders wordt het te koud met blote armpjes. Ja, en een dunne jas, dat wordt veel te koud. Als je daar zo lang op die vlakte staat. En daar gaat de telefoon dus zeggen, lieve vrienden, geniet gewoon. En daar zit onze Marianne dan. Maar ja, daar zitten er al meer. Daar zitten de mensen. Hey, hallo. Hallo allemaal, ik ben allemaal een vlogster. Ja, en dat bord is neergezet. Oh ja, dat ja, bord. Een verrassingsconcert. Auw, ik zit vast. Ik moet eerst een stok hebben. Zo. Dit is heel goed vandaag. Dit is heel leuk. Fotocamera. Nu waar ik hier van de hele telefoon.
Dit is een fotocamera. Nee, dit is een mobiel en ik vlog daarmee. Wat zegt u? Ik ben een vlogster. Een vlogster? Ja, het komt op YouTube te staan. Ik ben nog uit de tijd van de Tyrannosaurus Rex. Geweldig. Ik wist toch niet wat vloggen was, dat kan ik niet. Maar het komt op YouTube onder de naam Corina met IE en de Beestenboel. Zal ik proberen te onthouden, want ik heb altijd geheugen als een zeef. Als een zeef maar, dan zal ik mijn mond maar houden. En als een vergiet. Daar staat ook nog een leuke mevrouw. Ja, die is er ook speciaal voor gekomen. Die heeft trouwens de zoon plotseling in het ziekenhuis. Die wou mee. Die is een fervent bezoeker, maar hij kwam niet. Nee. Hij mocht het ziekenhuisbed niet uit. Nee. Dus dan zeggen we van deze plaats naar haar zoon gedacht. In het ziekenhuis. Hij is al geopereerd. En zo dan. Ik zie die hele klok maar niet, hè. Ondersteuning zo goed, ja, hè? Van die piano naar die klokken toe. Ja. Maar ik had helemaal ingezoomd. En als ik het dan op mijn computer zet, dan kan je die draden allemaal zien bewegen. Ja, leuk. Dat is zo mooi. Dat is leuk. Jongens, heb jij geen jasje aan? Oeh. Een beetje koud, hoor. Een beetje te rent, denk ik. Hoe vond je dit eerste gedeelte? Mooi, hè? Heel mooi, ja.
Maar er zijn ook nog altijd mensen die er niet van houden. Ja, het is een kwestie van smaak. Ja. Maar je hoort dit niet zoveel. Nee. Dit is bijzonder. Maar dat is de draaiorgel. Het lijkt wel of die een volumeknop heeft. Want ik vind hem harder dan vroeger het geval was. De draaiorgel. Oh, draaiorgel. Dat. In de week, maar zondag niet. Zondag gaat zij naar de kerk. Met zondag gaat zij naar de kerk. Met een boek vol zilverwerk. Zij is kort jakje ziek. Midden in de week, maar zondag niet. Ja. Ga jij dat liedje niet? Oh, nou, nee, zingen! Je ziet midden in de week, maar zondag niet. Het is niet zondag. Door het weer. Nou, maar kijk, er komen meerdere mensen. Ja, zo leuk. Mag wat? Ja, het mag, maar je moet je zo goed vasthouden. Heel goed vasthouden. Luister naar je moeder. Ik ga alleen kijken. Nee, nee, we gaan gewoon bij mama. Kijk, van die meneer binnen mag het, maar je moeder bepaalt het, hè? Dan kan je daar dus naar beneden, hè? Dan moet je even een stukje bukken en dan kan je weer met een trappetje helemaal omhoog. Ja. Het blijft een mooi, bijzonder monument met een carillon erin. Echt heel mooi.
beneden? Nee, ik loop altijd even een blokje om de droom heen. Nee, mijn rollator staat toch hier? Hopen dat het de boot rijdt wel weg, hè? Je hebt hem niet op de rem staan. Ja, ja, wel op de rem, maar eentje die is een beetje slap. Oké. Okay. Ik dacht dat het... Nee, je hebt gelijk, hoor. Ik kan ook op een bankje gaan. Nee, dat is mijn te laag. Kun je me er vanaf halen? Nou, het heeft al gespat. Daar komt de klok. Kijk, daar is hij. Melodie ken ik niet. Burgemeester aan zijn oren hierheen willen trekken. Ja, die wil bijzondere plekken zien. Dan had hij hier moeten zijn. Als je dat gaat doen, wil ik een beetje meegaan. Dat kan wel op de vlog. Ik ga het absoluut doen. Gaat het op de vlog? Zijn e-mailadres heb ik. Dus ja, voor vandaag is het te laat. Ja. Nou, kan hij wel weer naar beneden. Ja, die hoort hier gewoon een keer te staan natuurlijk. Ja, uiteraard. Dat is het zeker doen. En Marianne die vindt het mooi. Ja. Eentje mist dit, hè? Misschien hoort ze het wel in het huis. Ze woont toch heel dichtbij. Ik snap wat niet hoor. Nee, ik ook niet. Wat is beter? Het wordt nu ook versterkt door die versterker die daar staat. Ja. En dit heeft zij. En toen is het stil. Het is maar tot 8 uur. Wow! Ja.
En het is zo bewolkt. Ja, ik zie een stukje blauwe lucht. Ik weet niet of jullie hem zien. Het is weinig blauwe licht geweest. Maar ja, en dan begint hij weer. Ja. Thank you.
bijzonder mooi. Echt gaaf. Heel erg mooi. Ja. Oeh. Echt zo mooi. Ja, vader en dochter. Weet je wat stil? Ja, we moeten ze even hier opzetten. Ik haal hem weer even naar beneden. Kanonnen. Ja? Ja? Je mag er zo in. En toen begon hij weer. Amsterdamse nachten. Nog even word ik er zelf kippig van, zo heb ik ingezoomd. Ja. En dan zie ik de boksen ook staan voor de piano. 8 uur. Ik kan wel nog thuis zijn. 8 uur? Ja. Hoezo? Tijdig. Oh, dan kijk ik terug. Nee, ik kan niet. Kan je ook terugkijken? Dit. Thank you.
Helaas moeten wij weer gaan. Super mooi.